Hier, hier. Kom hier. Geef. Meende je dat eigenlijk? Wat je gisteren zei? Dus je meent het niet? Jawel, man. Flip, wacht even. Ik meen het wel. Jij? Ja, ik ook. Ik vind je leuk. Hoe leuk? Hartstikke leuk. Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo gehad bij een jongen. Oh. Jij wel? Jawel. Maar dat was anders. De vorige keer was hij gekker op mij. Toen wist ik het gewoon nog niet zo zeker. En nu? Nu wel. Ik heb nog nooit iets zo zeker geweten. Echt? En jij? Ik ook. Verkering? Koen! Wat wil je nou? Wil je nou verkering met me of niet? Ik wil gewoon niet dat iemand het weet. Wat kan jou dat nou schelen? Niet doen. Niet. Je zegt niemand. Nou, en we houden het gewoon even geheim, oké? Bij Mick durfde ik ook niet alles. En waarom nu dan wel? Ik kan niet van je afblijven. Ook niet waar anderen bij zijn. Maar er is hier niemand. Hé, hey, maar je zegt het niemand, hè? Oké. Dames en heren! Hou je mond! Hou je mond! Dames en heren! Nee. Het zijn de allernieuwste die er zijn en ik moet ze gewoon hebben. Hallo? Wil jij Piet hebben dan? Wat, die basketbalschoenen? Ja! Die zijn vet duur, man. Oh nee, ik heb een hele goede manier om er een paar tientjes van af te krijgen. Wil je weten hoe? Nou, leg gewoon flyers met aanbiedingen van die winkel in de sportschool. Appeltjeitje. Iedereen blij? Hé? Cool. Kunnen jullie voor mij ook korting krijgen? Hoezo? Jij en sporten. Hallo. Ken je deze? Is het vriendje van deze? Zijn dit sportschoenen of zijn dit sportschoenen? Die heb je altijd aan. Zeg niks. Ik heb nooit iets met sport gehad. Dat zou je nooit krijgen trouwens. Goed, jongens. Oké. Okay. Onderlichaam onder de tafel, kan ik beginnen. Tobias? Ja. Ik heb nooit gesport omdat ik jou niet heb willen laten afgaan. Nou, ik heb een mega talent. Ik zal het je bewijzen. Spaar me je blunders. Ik zal het je zo laten zien. Ik ga al met Koen basketballen. Ja, nou en? Ga ik toch mee? Ik vind Koen vast niet erg. Ik vind het prima. Jongens, kom op. Ik wil beginnen. Boek op tafel. Ja, hier, erbij. Kom op, Koen. Ja. Nee, dat is lekker eerlijk. 2-1. Zo, jij brak er echt niks van, hè? Ik zou dat voor de dag nog geven hier. Ja, jawel. Het is gewoon een trucje, zodat ik jou straks kan verrassen. Nou, niet dat je daar fan van krijgt, maar daar ben je toch niet in geïnteresseerd, hè? Hey. Welke vind jij de leukste? Ik weet niet. Je weet niet. Ik weet niet. Laten we eens even van dichterbij gaan bekijken. Hoe zou dat nou weer? Flip, moet jij daar even niet mee? Dat zijn mannenzaken, ja? Kom, even een dubbeldate regelen. Dames. Gaat het? Ja, hij moet het weten. Dit is te lullig. Doei. Ze willen met ons naar de film. Maar waarom liep je nou niet even mee, hè? Voor mij. Ik vind die meisjes niet leuk. Hoe weet je dat dan na 1 minuut?
Soms weet je dat gewoon. Moet jij nodig zeggen, alsof jij dus... Je gaat toch niet zeggen dat... Dat jij al... Heb ik weer. Is het besmettelijk of zo? Doe niet zo stom. Is het toevallig of... Ja, nee. Wat nou ja, nee? Je mag het aan niemand vertellen. Wat niet? Alleen jij mag het weten omdat je mijn broer bent. En Koens beste vriend. Dit meen je niet. Ze hebben jullie wat samen. Je mag het echt aan niemand vertellen. Lekker is dat, zeg. Mijn basketbalvriend. Jij maakt er gelijk een homo van. Doe even normaal. Koen is al lang... Nou ja, al lang. Hé, je wordt bedankt, broertje. We kunnen toch nog gewoon met z'n drieën... En hoe lang is dit al? Laat me, ik hoef niet eens te weten. Veel plezier samen. Koen homo. Ook al. Lok ik het uit of zo? Dat die homo is, kan me eigenlijk weinig schelen. Maar dat hij het achter mijn rug om geheim houdt met Flip, dat vind ik echt lullig. Maar een beetje zitten laten klooien. En met die meisjes, dat sloeg dus ook nergens op. Hoe lang zouden ze al wat hebben? En die Koen heeft natuurlijk mij gewoon gebruikt om dichter bij Flip te komen. Beetje heel gezellig basketballen, maar ondertussen. Maar weet je waar ik me echt kwaad over kan maken? Kijk dan op mijn weblog op spangers.nl.